Mijn experimenteerhoekje. Ik vind alles gezaaid. Bolletjes en planten gewoon. Hier zit vijgen, boomstukken. Die lijken aan te slaan. Gewoon uiteindelijk in de grond gestopt. Maar ja, nu gaat er van alles opkomen. En aangezien ik allerlei bloemenmixen gezaaid heb, geen idee of het nu onkruid is of niet. Ja, de brandnetels die herken ik, die haal ik eruit. Deze staan ook heel veel hier. Oh, de roos gaat komen. We hebben hier ook nog een mooie kala staan. Ach, ik hou er niet zo van, maar als ik nu zo zie, vind ik wel heel bijzonder. Nou, en dan hebben we hier nog drie oleanders gekregen. Van mensen die ze over hadden. En wat agaves en nog wat. Dus die moeten we even snel in de grond zetten. De sinaasappel, kijk, als je ziet, die heeft naast de sinaasappels, heeft hij ook al die bloemetjes. En die ruiken lekker. Nou, hier is de hondentrainer aan het werk. Hij is al even bezig, want die wordt steeds rustiger. Het heen en weer lopen, weglopen. Heel veel koekjes. En het met de klikker daarbij. Af. Laat hem veel zitten. Come on. En dan wordt het steeds sneller. Misschien hebben we al eens verteld dat ze in Portugal best wel van papierwerk houden. Sommige dingen zijn heel makkelijk en heel modern. Nou, hebben we hier voor me liggen. We hebben van mobiel internet een kaartje gekregen. En daarbij zitten 4 facturen en 3 soorten bakbonnen. Dat is allemaal hetzelfde. En dat heb ik dus in tweevoud. Dus kunnen weer wat papier als klappapier gaan gebruiken. Dus waarom dat dan is, geen idee. Maar dat hebben we dan. Ik denk dat die pootjes wel aan elkaar vast zaten. Ja, voor de nacht.